mensen van de games. Awesome dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Als het goed is hebben jullie hier lang naar uit zitten kijken. En als je geen flauw idee hebt waar ik het over heb, check dan even de vorige aflevering in de beschrijving. Daarin ga ik namelijk power levelen met Jacinta op Pokémon Go. En ik heb gewoon 61.000 XP erbij gekregen. Ik had 84 verschillende Pokémon's en nu heb ik er 102. En deze tweede aflevering ga ik nog een keer power levelen. Want ja, de vorige Lucky Egg heb ik goed gebruikt. Ik had dus echt ziek van nieuwe Pokémon's erbij. Maar zoals jullie misschien wel hebben gezien, ik heb nog heel veel starter Pokémon en heel veel candy daarvan. Zoals jullie bijvoorbeeld zien, dit zijn allemaal Pidgeys. Echt ongelooflijk veel. Nou, het valt eigenlijk best wel mee, maar ik heb er super veel gedropt. Maar kijk mijn candy. Wat? Gewoon bijna 300 candy van de Pidgey. Maar dat is nog niet alles. Ik heb bijvoorbeeld de Poliwag, heb ik ook nog niet geüpgraded. Moet ik ook nog doen. De Rattata. Die moet ik ook nog doen. Ik heb 339 candy. En dan zijn we nog niet klaar. Want ik heb ook nog super veel Weedles. 263. En ik heb echt veel te weinig Weedles ervoor. Ik heb meer Weedles nodig. En ik heb natuurlijk ook nog wat Zubats. 150 candy. Echt, ik kan die drie... Ah, ja, ik kan. Hoe kan jij nog niet eens 200 Pokémon wow zitten? Nee, ik heb super veel gedropt. En daar heb ik echt een heel domme fout mee gemaakt. Want bijvoorbeeld de Pidgey en de Weedle. Ze kosten helemaal niks. Maar 12. Hè? Maar 12. Je hoeft maar 4 te vangen. En je kan hem al evolven. En je vraagt misschien nog af. Ja, die 2 kan je nog een keer evolven. Is dat wel slim? Want dat kost wel veel meer candies. Ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon serieus niet doen. Misschien 1 of 2 keer. Misschien een paar keer. I don't know. Maar ik ga eigenlijk alleen maar de eerste evolueren. Want zo krijg ik super veel XP. Dus laten we meteen beginnen. Lucky Egg. Let's go. Hoppakee. Geactiveerd. En we moeten echt opschieten, jongens. We moeten echt opschieten. Dit maar een half uur. En Abra. Kan ik die trouwens ook doen? Want ja, die kan ik ook doen. Ja, de Abra, dat wist ik niet eens. Die kan ik ook doen. En ik heb serieus nooit geweten dat een Abra. Want altijd als je de eerste Pokémon mist, gaat hij altijd weg. En ik heb dat nooit geweten. Maar dat is altijd bij de Abra zo. En dat wist ik eerst serieus niet. Dus even voor de mensen die het ook niet wisten. Bij deze, jullie weten ook. Waarschijnlijk wisten de meeste van jullie het al. Maar deze had ik nog niet. Dus die hebben we gelukkig nu als eerste. Ja, maar hij kan toch transporteren of zo? Dus als die eruit gaat, dan is hij ook weg. Dan is hij weg, ja. Klopt. Ja. Hoppakee. Deze heb ik dus ook. Deze kan nog een keer geëvalueerd worden. Maar ik heb echt veel te weinig candy daarvoor. Mm-hmm. De Clefairy kan ik ook niet. Drowsy, kan ik die? Nee, daar heb ik ook te weinig voor. Ekans. Yes, de Ekans kan ik ook. Super chill. En die heb ik ook nog niet. Deze ben ik de volgende keer. Ja, wat is vergeten. Dit? Wat wordt het? Een Ekans wordt een. Dan wordt die andere snake. Die is ook omgedraaid. Dat is een soort van. Hoe heet die ook alweer? Dan ben ik een slangensoort. Hoe heet zo'n cobra? Een cobra en dan andersom. Volgens mij zit de cobra dan andersom. Ik weet het niet zeker. Dat is een Arbok. Arbok, dat was hem. Arbok. Ik heb hem al niet gezien, maar dit is de Arbok. Kijk, de Arbok. Ja, 814. Sick, sick, sick. Oh. Hoppakee. De Ghastly. Als het goed is, kan ik die ook nog. Nee. Oeh, te weinig. Dat scheelt niet veel. Na 10. De Jigglypuff kan ik helaas ook niet. Oké, jongens, laten we nu beginnen met de Pidgeys. Ik heb een van 336. Dat is echt een ziek hoge. Ja. Dus deze ga ik meteen 2 keer evolven, want dit wordt echt een hele hoge. Maar eerst even de Pidgeotto. Hoe hoog zal die zijn? Ik hoop dat ik een hoge heb. Ja, come on. Come on, please. Harm? Ja. De microfoon staat daar. Oh my god, wat ben ik dom. Wat ben ik dom. Nu komt even het goede geluid. Ik was de microfoon ik ben vergeten. Best slim. Ik heb hem altijd hier zo en ik moest hem alleen nog naar voren doen. Ongelooflijk, joh. Zo, nu staat hij goed. Niet meer zeuren. Nu staat hij er en nu gebruik ik hem. Alright. Ik heb nu dus een Pidgeotto van 622. Dat is niet eens super hoog. Dat valt best mee. Dus ga eens even nog wat meer evalueren. Hopelijk krijg ik nog een hogere. En de hoogste ga ik nog een keer evalueren. Jullie snappen wat ik bedoel. Oh, wat dom, jongen. Ik ben wel slim soms. Oh, dat was echt tering retarded. 523. Nou, waarschijnlijk worden ze nu ook niet meer hoger. Nee. Jammer dat de hoogste van mij echt zo laag werd. Dat was 300 nog wat, joh. Dat is ziek. Ja, ze halen echt de 600 niet meer. Oké, dus dit is de hoogste. Die ga ik even evolven. Let's go, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat we krijgen. Ik denk dat hij wel 1000 wordt. Ja, sowieso 1000. Dat echt sowieso. Oh. Ik denk sowieso meer. Hij haalt sowieso de 1000. Dat moet wel. Wordt hij 999? Nee, hij had echt makkelijk de 1000. Dat moet echt wel. 1079. Ah, inderdaad. Dat scheelde niet al te veel, inderdaad. Dan laten we gewoon weer normale Pidgeys gaan evolven, jongens. Voor de XP, of course. En dit gaan jullie nu even in de speed mode zien. Dus let's go. RIP Pidgeys, jongens. Ze zijn allemaal weg. En ik heb nog super veel candy over. Dus we gaan nog één zo'n dikke upgraden. Let's go. Ik hoop. Oh, dit is trouwens een XL. En dat is heel handig voor die fans. Dan. Want XL, dan staat hij echt vast op de grond en dan is het moeilijker om aan te vallen. Oh. XS, en als je een XS hebt, dan kan heel, dat is heel goed voor aanvallen. Dan kan je heel snel heen en weer swipen, weet je wel. Dan kan je sneller ontwijken, weet je wel. Daar is dat voor. XL is heel goed voor verdediging, dus ik hoop echt dat ik hoop dat ik een beetje geluk heb en dat dit de hoogste wordt, please. Dat zou echt super chill zijn.
En ik heb een van 1083. Dat is net de hoogste. Dat is wel de hoogste. Klopt, dat is de hoogste inderdaad. Dus dat is super chill. Alright jongens, super chill. Laat ik meteen ook even de polywags pakken. Hoppakee, want ik heb best wel veel hiervan. Hoogste pakken we natuurlijk even. Hoppakeetje. Ik weet niet zeker of ik die polywile had, maar volgens mij niet. Oh, ik heb hem wel. Ik heb hem wel, oké. Oei, ik heb net te weinig. Ai, 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 ai. Oh, balen, jongen. Ik heb nou 8 candy nodig. Laten we nu alle rattentas pakken, jongens. Want ik even kijken, ik heb 339 candy. Doe normaal. Dus dit gaan jullie lekker in speed moeten zien, behalve de eerste. Want ik wil wel even kijken hoe de eerste waren. Want dat is super interessant en zo. Meestal gaat deze wel keer 3 of zo. Bijna 300 dit. Ja, hij kan maar 1 keer evolueren. Ja, hij kan maar 1 keer evolueren. Dus ik denk keer 3 of zoiets. Rattacate, come on, bitch. Come on, 700. Oei, dat is niet super hoog, volgens mij. Jawel. Ja, ik weet het niet. Volgens mij gaat ik 2,5 of zoiets. Ga voor de zekerheid even de tweede checken. Ik ben heel erg benieuwd. Deze is ook best wel hoog, denk ik. 600. Maar ik verwacht niet 700 inderdaad. En Rattacate voor 700 is namelijk echt inderdaad best wel hoog. Ja. Maar ja, vind maar eens een Rattata van 290. Dat doe je ook niet zo, maar. Ah, deze is ook hoog. Ja, oké. Laten we nu al speedboot doen, jongens. Dus let's go! Oké jongens, de warme Rattata candies. Ik heb nog wel wat Rattatas over, maar ja, YOLO, daar kan ik niks meer mee. Mijn hoogste is dus 700. Best wel hoog. Dat is echt in principe. Ziek hoor, ja, dat kijk, heb hij, ik niet. Wow, hij heeft een attack van 120, maar dat is wel een lange attack, dus dat duurt wel even. Ja. Dat is best wel sick op zich. Shellder, ja, die was ik ook nog net te weinig. Oh, drie te weinig. Ja, ik dacht echt dat ik die ook al kon, maar die kan ik bijna. Dus bijna inderdaad. Oké jongens, we zijn bijna klaar. Ik heb hier nog wat Weedles staan, maar ik doe eerst even de Zubats, omdat die wat leuker zijn. Ik bedoel, ik kan daar maar 3 van en dat vind ik gewoon leuk. Om te doen. En daarna doe ik die lange Weedle reeks wel even. Eerst even de hoogste Zubat. Ik hoop echt dat deze hoog wordt, jongen. Ik hoop echt dat deze hoog wordt. Een Golbatje. Ja, die heb ik al. Oh. Ik heb een paar keer, maar niet zo hoog. Ik denk echt wel dat die 1000 wordt, hoor. Bijna 1000 nou, of zo. Nou, dat denk ik niet. Nou, ik weet het eigenlijk ook helemaal niet. Oké. Oh, bijna. Hoger dan ik dacht. Zo close, zo close. Deze scheelde volgens mij niet zoveel met die andere. Deze haalt misschien ook wel de 1000. Golbatje. Oeh, close. Ja, deze had het sowieso niet, die derde. Nee. Dat is wel jammer. Maar we doen het voor de candy. We doen. Huh? We doen het voor de candy. We doen het voor de XP. We doen het voor de candy. Jij krijgt 1 candy als je evolved. Dat wist ik trouwens eerst niet. Want je krijgt dus 1 candy als je evolved. Dat is best wel chill. Deze is 761. Alright, alright. En nou de Weedles, jongens. Let's go. Oh, ik heb een van 215. Die is zo hoog, joh. Ongelooflijk. Dat is echt heel hoog voor een Weedle. En misschien heb ik die wel uit een egg gekregen. Want ik kreeg namelijk ook een keer een Weedle uit een egg. Klopt. Toen was je vet boos. Ja, maar ik weet niet of dat deze is. Ik heb geen idee of ik hem gewoon gevangen. Maar ik ga in ieder geval deze Kakuna nog een keer doen. Een Kakuna van 231 is dat mijn hoogste. Ik ga meteen even checken. 231. Waarschijnlijk wel, want het is best wel een zieke volgens mij. Wat? Mijn Weedle was 200 al en ik krijg Kakuna van 231? Ja, dat gaat nooit heel erg hoog. What? Are you kidding me? Nee, dat is altijd zo. Wat dom, joh. Slaat dat op, joh? Ja. De ruk, jongen. Maar echt gewoon 30 erbij, joh. Ja. Ik kan hem beter power-uppen en dan krijg ik hetzelfde. Wat is dit, jongen? Oké, we hebben nu in ieder geval een B-drill. Ja. Ik hoop dat die hoger is. 765. Volgens mij wel aardig goed. Alright, laten we nu die andere stomme tyfus kleine rotbeestjes even evolven. Als deze ook boven de 200 is, ga ik deze ook meteen nog een keer evolven. Of ik had daar net super veel pech. Of ja, ik weet niet wat normaal is voor een Kakuna. Nee, deze is denk ik ook 200 hoor. Nee, lang niet. Want die andere was veel hoger. Oh. 180. Oh, ja, deze ook 180 inderdaad. Maar wat als je hem nou level up doet? Power up. Ja, power up. Eerste. Nee, heeft niet super veel zin, denk ik. Ja, tuurlijk. Je zou het kunnen doen. Maar ja, waarvoor zou je dat willen doen? Een B-drill sowieso. Ja, maar dan goed. Krijg je een hogere Kakuna en dan krijg je een hogere B-drill. Ja, maar ja, B-drill is je zo goed. Ik bedoel, dan haal je misschien net de 1000. Volgens mij wel hoor, dat is toch met gif of zo spijtig. Ja, ook ja, dat zou kunnen. Ja. Ik vind hem zelf best wel goed. Oké. Okay. Nou jongens, laten we nu van speed mode doen. Let's go! Oké, jongens, Rip Weedle. We gaan nu nog even de hoogste Kakuna upgraden. En dat is er eentje van 180. Hoppakee, even evolven. En volgens mij is mijn Lucky Egg nu net uitgewerkt. Dat of denk ik ook. Ik hoop dat hij deze nog even meepakt, want dat zou super chill zijn. Want ik heb zoveel XP. Ongelooflijk veel evolved. Niet normaal. Wauw, jongens, wauw. Come on, please. Hopelijk is deze hoog. Oké, 600. Hij is uitgewerkt, jongens. Dat moet eigenlijk nu wel. Ik heb als het goed is alles wat ik kon upgraden, geupgrade. En jongens, nu is het dan tijd. Eindelijk tijd om te kijken hoeveel XP ik erbij heb gekregen. Het is sowieso veel. Pas op, er komt meteen een pop-up zo meteen dat ik al level up ben. Want ik ben sowieso level up. Dat moet wel. Ja. In het hoekje kijken. Ik heb
Hoeveel heb ik erbij? Level up. Ik ben level up. Alright, waar staat mijn XP? Oh! Wat? 57.000? Wat teleurgesteld. Dat is best veel. Dat is best weinig. Net had ik 61.000. Ja, tuurlijk is het kapot veel. Je kijkt of ik ben bijna... Ik ben level 22,5 al. Maar ja. 57.000, dat valt best mee eigenlijk. De vorige aflevering had ik namelijk echt super veel nieuwe Pokémon's erbij. Ja, dat is waar. Dat is zo, ja. Dat is heel veel nog niet. Alright, ik kijk even in mijn Pokédex. Ik heb op een moment... Heb ik 104. Wauw, dat is super sick. En jongens, ik wil nog één klein dingetje doen. En dat is kijken naar mijn Combat Power. Want... Mijn hoogste is een Gyarados. Toch echt de Gyarados. En jullie lachen nu waarschijnlijk, want dit is allemaal niet super hoog. Maar besef wel even, hè, dat eerst mijn hoogste Pokémon ooit was. Volgens mij was dat of de Golduck of de Tentacruel die jullie hier zien. Ja, waarschijnlijk was dat mijn hoogste. En dat is echt ongelooflijk. Echt zoveel nieuwe Pokémon's en dat die zo goed zijn allemaal. Dus jongens, dit is op zich voor mij best ziek. Eerst had ik echt niet zulke hoge Pokémon's en nu dus wel. Bijvoorbeeld check die Dragonair, die moet nog geüpgrade worden, hè. Wauw. En die Ivysaur bijvoorbeeld ook. Ik heb echt zin om die nog een keer te gaan evolven. Maar jongens, ik speel het ook weer niet zoveel. Dit zijn dus mijn hoogste Pokémon's. Het valt dus echt hartstikke mee. Maar ik heb dus een zieke Gyarados en daar ben ik echt blij mee. Ik had niet verwacht dat het mijn hoogste was trouwens. Ik dacht wel dat ik een hoger had. Mensen, dit was alweer de video voor vandaag. Besef even, hè, dat ik 2 Lucky Eggs nodig had. 2 Lucky Eggs en die optimaal benut heb om deze sessie in 1 keer te doen. Ongelooflijk. Ik heb dus zo lang gespaard om 2 Lucky Eggs echt optimaal te benutten. Dat is best wel ziek, want we hebben in totaal hebben we 57.000 plus 61.000. 118.000 XP in 1 sessie. Ja, het is eigenlijk 1 sessie, want ik heb het 8 keer opgenomen. Dus 1 sessie... 118.000 XP. Wauw, daar heb ik dus lang voor gespaard. Ik ben dus ongeveer bijna 2 levels omhoog gegaan. Dat is best wel ziek. Doe een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Check de vorige video. Check het Sinta kanaal in de beschrijving. En de volgende video gaan we alle Pokémon's van dit meisje evolven. Met tot de volgende keer. Later!